Short Stubbs was als kunstenaar, als schilder, autodidact. En hij verdiende zijn geld met portretten van de plaatselijke elite. Maar naast schilderkunst was hij ook geïnteresseerd in anatomie. En daarin heeft hij wel officiële lessen gevolgd in een ziekenhuis, menselijke anatomie. En die tijd moet hij ook op het idee zijn gekomen om zich verder te verdiepen in de anatomie van een paard. Naast portretten van mensen was er immers ook een grote vraag naar portretten van paarden. Publicaties over de anatomie van het paard bestonden, maar waren inmiddels flink verouderd. Dus Stubbs heeft zichzelf gestort op het echt begrijpen van wat er onder de huid, onder de vacht van een paard gebeurt, om het lichaam van een paard perfect te kunnen schilderen. Iets wat heel bijzonder is en wat andere kunstenaars in die tijd niet deden. Als jonge dertiger trok Stubbs zich 1,5 jaar lang terug in een gehucht, Orkstone, een boerderij, waar hij in de schuur paardenlichamen ging ontleden. Dat is heel uitzonderlijk. De enige kunstenaar voor Stubbs waarvan we weten dat hij met zo'n passie ook anatomie en ook anatomie van dieren wilde leren kennen, dat is Leonardo da Vinci. Dus dat geeft eigenlijk wel aan hoe uitzonderlijk Stubbs te werk is gegaan. En dit waren tamelijk Spartaanse omstandigheden waaronder hij werkte. We hebben het over de 18e eeuw, dus er was geen koeling of iets dergelijks beschikbaar om dit werk uit te voeren. Het leek Stubbs niet te deren. Hij werkte zo'n 6 weken aan een paardenlichaam en van elke stap in het ontleedproces maakte hij nauwkeurige en wonderschone tekeningen. Hij maakte ook aantekeningen. Hij schreef ook op wat hij deed. En hij was specifiek geïnteresseerd in de spieren, de pezen, de aders en het skelet. Namelijk die onderdelen van het paardenlichaam die interessant zijn voor de kunstenaar. Die tekeningen die zijn bewaard gebleven. Hele bijzondere werktekeningen, ook met potlood en krijt, die hij maakte tijdens het proces. En meer gedetailleerde tekeningen die hij wat later onder prettige omstandigheden maakte. Die tekeningen en zijn aantekeningen vormen de basis van een wetenschappelijke publicatie die hij in 1766 uitbracht. The Anatomy of the Horse. Een baanbrekend wetenschappelijk boek over paardenanatomie, waarmee Stubbs zijn naam vestigde, zowel als kunstenaar als wetenschapper.